Goedendag, dit is het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken nog wat wolken over het westen en zuiden van Nederland, maar van het noordoosten uit klaart het breed op. De laatste buien zullen geleidelijk aan verdwijnen. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog en de opklaringen winnen steeds meer terrein. In de avond temperaturen rond 13 graden, maar het kwik gaat gevoelig omlaag in de nacht. In het binnenland naar 6 of 7 graden als minimumtemperatuur met brede opklaringen en lokaal misschien een mistbank. Er staat niet veel wind, de wind neemt snel af. Dan morgen een wind uit het zuidwesten die langzaam misschien weer iets toeneemt naar zwak tot matig kracht 2 tot 4. Er is veel zon in het zuiden, in het noorden komt iets meer bewolking voor, maar het blijft wel droog. 17 graden de maximumtemperatuur. Dat is ook de maximumtemperatuur voor woensdag en donderdag, maar er zijn wel verschillen want woensdag vallen er flink een flink aantal buien, heeft de zon wat minder ruimte. Die is donderdag daarentegen weer terug en dan is het meest droog. Vrijdag weer een enkele bui, een zwakke storing passeert dan en vrijdag staat er ook weer iets meer wind. Ik ben Marco Verhoef